Op Marktplaats vindt u een steeds breder aanbod met ook veel nieuwe producten. Meer keuze, meer voordeel, meer Marktplaats. De juiste beslissing neem je op het juiste moment. Dit is zo'n moment. Chevrolet introduceert zijn geheel vernieuwde modellen, waaronder twee zevenzitters. De veelzijdige Orlando is er al vanaf €23.395. En de stoere Captiva al vanaf €34.995. Nu tijdelijk met €1000 extra inruilvoordeel. Chevrolet. Make it happen. Zijn eigen smaak, allemaal spa-fruit. Wat is jouw smaak? Doe mee op smaakbattle.nl en win jouw plek in deze campagne. Bij Gal en Gal vind je de leukste cadeaus om je vader mee te verrassen. Zoals hooghout jonge jenever, nu voor maar €9,99. Dat wordt dus lekker uitpakken op Vaderdag. Prettig weekend, Gal en Gal. Zaterdag, het Hofvijverconcert, het hoogtepunt van het Festival Klassiek in Den Haag. Onder leiding van dirigente Shen Jiang speelt het residentieorkest muziek van Britten, Elgar en Stravinsky. Een muzikaal en visueel spektakel met betoverende acrobatische toeren van Corpus Acrobatics. Festival Klassiek, Hofvijverconcert, zaterdag bij de AVRO op Nederland 2. Ah, de cookie. Brilliant. You're the only one around here who doesn't have that stupid look on her face. What does that mean? This is what's going to happen. You are going to support your father financially, and I am going to take him into my house. You want him? You got him. Daddy, Don and I want you to live here with us. Cut it out! Madman. Vanavond bij de VARA op Nederland 2. Brandbommen, stenen en traangas. Verzet tegen bezuinigingen in Griekenland wordt steeds grimmiger. Ouderwets, maar succesvol. Bankieren zonder bonussen. En betogen tegen het regime in Syrië is levensgevaarlijk. Al meer dan 1100 doden. Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur met nieuws, sport en de achtergronden. Het was grimmig vandaag in de straten van Athene. Er werd gegooid met brandbommen en stenen. En de politie gebruikt traangas. Veel Grieken zien het niet meer zitten en lijken zich nu een uitweg uit de crisis te willen vechten. Zometeen spreek ik erover met Europa-correspondent Saskia Dekkers. En zij is in Athene. En hier is sport met Twan. Ja, we hebben zometeen veel tennis. Nederlands tennishoop Robin Haas. Hij kwam in actie vandaag op het gras in Rosmalen. En we kijken vooruit naar dat andere gasttoernooi, dat van Wimbledon, dat over een kleine week begint. Dat straks eerst het nieuws met Jeroen. De Griekse premier Papandreou die blijft aan. Dat is net vanavond bekend geworden. Hij zei dat op televisie. Maar wel voert hij enkele wisselingen door in zijn kabinet om parlementaire steun te krijgen voor zijn bezuinigingen. Hij heeft gesproken met de oppositie om daar steun te zoeken, maar dat gesprek mislukte. Daarom gaat Papandreou zelf door. Εγώ θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο. Το δρόμο του καθήκοντος μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη και τον ελληνικό λαό. Αύριο θα σχηματίσω νέα κυβέρνηση και αμέσως μετά θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Είναι ώρα ευθύνης. En de Griekse bevolking ondertussen die pikt de reusachtige bezuinigingen niet die iedereen hard treffen. Bezuinigingen die Europa en het IMF eisen in ruil voor opnieuw tientallen miljarden euro steun. Bij het vallen van de avond stonden nog steeds tienduizenden mensen op het plein bij het parlementsgebouw in Athene, waar de regering de hele dag vergaderde over de bezuinigingseisen van de Europese Unie. De demonstranten vinden dat de bevolking al genoeg offers heeft gebracht en willen dat hun regering niet zwicht voor de eisen van Europa. Rond het parlement werd de sfeer in de loop van de dag steeds grimmiger. Groepjes demonstranten raakten slaags met de politie en met andere demonstranten die vreedzaam wilden betogen. Ja.
een onbekend aantal demonstranten is gearresteerd. En straks veel meer. De militaire vakbond AFNP wil opheldering van Defensie over de dood van een 20-jarige militair. Die raakte buiten kennis op een zelfverdedigingsparcours. Volgens een anoniem telefoontje dat binnenkwam bij de vakbond kreeg de militair zoveel klappen dat hij daardoor zou zijn overleden. Het incident vond plaats op dit militaire terrein in Weert. De luchtmobiele brigade is een elite-eenheid van de landmacht. De rode baretten worden ingezet in conflictgebieden als Afghanistan of bij een humanitaire ramp. Ze krijgen een zware training. Bij de weerbaarheidstraining worden ook klappen uitgedeeld. De vakbond AFNP zegt al eerder meldingen te hebben gekregen dat het er bij deze proef erg hard aan toe gaat. Wij hebben tot twee maal toe van onze kaderleden te horen gekregen dat er bij dit aspect van de opleiding dat er erg aan toe ging. Dat mensen soms bont en blauw uit die omgeving kwamen. En dat baarde ons uiteraard wel zorgen, want je wilt natuurlijk voorkomen dat mensen gewond raken of erger. Het incident als zodanig is zo ernstig dat wij wel vinden dat onze steen hierboven moet komen. De marechaussee onderzoekt met 12 rechercheurs of er verband is tussen de oefening en de dood van de militair. Defensie ziet voorlopig geen reden om te stoppen met de oefening. De Britse regering is geschokt door beelden uit een documentaire over mensenrechten schendingen in Sri Lanka. De wreedheden zouden 2 jaar geleden zijn begaan door het Sri Lankaanse leger, die toen tegen Tamil-tijgers vocht. Groot-Brittannië wil tekst en uitleg van Sri Lanka. U ziet delen van dit documentaire. Het zijn heftige beelden. Knallen van vreugde. Op 20 mei 2009 is het zover. De Tamil-tijgers zijn eindelijk verslagen en een jarenlange burgeroorlog is afgelopen. In de weken voorafgaand aan de overwinning zijn de buitenwereld mondjesmaat beelden door de Sri Lankaanse overheid voorgeschoteld. Vage beelden, afgewisseld met heroïek. But on the ground, the Tamils were filming too. En uit hun beelden blijkt dat vooral burgers het slachtoffer zijn, zegt de documentaire van Channel 4. This is PTK Hospital. Once again, the laws of war were ignored and the government shelled it. De documentaire komt met overvloedig bewijs van standrechtelijke executies door het leger van Tamil-tijgers. One man who seems to be in charge issues instructions on how the prisoners, who appear to be tiger fighters, are to be killed. These all add up, possibly, to the claim that this was in fact systematic, and that could point to the highest levels. Oorlogsmisdaden, kortom, begaan in opdracht van president Rajapaksa. Tenminste 40.000 mensen zouden door zijn leger zijn gedood. Maar Rajapaksa zit sinds de overwinning op de Tamils stevig in het zadel. En het is dan ook de vraag of hij zich veel zal aantrekken van de documentaire of van het Britse verzoek om opheldering. En kijk die hele Channel 4 documentaire via nos.nl. Terug naar Nederland. De politie in Utrecht heeft zich urenlang bezig gehouden met een verdachte auto. Er lagen mogelijk explosieven in en daarom kwam de explosieve opruimingsdienst eraan te pas. Ja, hou eens open, hij is open. De verdachte auto werd dus opengemaakt en verder onderzocht. Hij stond er al een paar dagen en kwam bij een onderzoek in beeld waarop de verdenking is gebaseerd. Dat wil de politie niet zeggen. Bewoners van 45 woningen moesten tijdelijk hun huis uit. In de auto zijn geen explosieven gevonden. Burgemeester Verve van Schiedam stapt op na voortdurende negatieve publiciteit over haar en haar gezin, schrijft ze. De VVD-burgemeester wordt ervan beschuldigd dat ze ervoor zorgde dat een aannemer met wie ze een privéconflict had geen gemeentelijke opdrachten meer kreeg. Ook zou ze het chauffeursbedrijf van haar zoon hebben ingehuurd voor ritjes van de gemeente Schiedam. Nederlandse rederijen die militairen op hun schepen willen voor bescherming tegen piraterij moeten daarvoor betalen. Dat schrijft minister Hillen van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer. De reders betalen een vast bedrag voor salaristoeslagen van de militairen en voor hun verblijfs- en transportkosten. Bijvoorbeeld voor de kust van Somalië. En ze moeten ook zorgen voor medische voorzieningen aan boord. Aegon heeft alle staatssteun terugbetaald die het bedrijf ontving tijdens de financiële crisis. In 2008 leende Aegon 3 miljard euro van de Nederlandse staat. En vandaag loste de verzekeraar het laatste deel af. De overheid heeft een flinke winst gemaakt op de lening, want bovenop de 3 miljard ging er ook 1,1 miljard aan rente en premies de schatkist in.
ja, de gelukkige eigenaar zijn van twee bergtoppen in de Alpen. Het had bijna gekund. Een paar dagen geleden deed Oostenrijk twee Tiroler Alpen in de verkoop. Maar er ontstak een storm van protest. De Große Kinegat, 2690 meter hoog. En de Roskopf, met zijn 2600 meter ietsjes kleiner. Voor 121.000 euro stonden ze te koop als een van de mooiste uitzichtspunten in de Alpen. Een overheidsdienst voor onroerend goed had ze in de aanbieding gedaan. Maar vergat daarbij de Oostenrijkse trots. Wanneer vroeger im Ersten Weltkrieg die voorvang gekämpft hebben voor dat gebied, voor onze Heimat, dan is dat een stuk dat sie voor ons uitgekämpft hebben. En wir sollen jetzt das hergeben. Wenn man heute schon ein Bergsteiger drauf ist, nachher wieder die Berge verkaufen, also das finde ich überhaupt sinnlos. Wohl ausverkaufte Heimat, absolut. Absolut. Finde ich nicht richtig. Die geboortegrond is voorlopig veiliggesteld. Na alle protest heeft de Oostenrijkse regering besloten de bergen van de markt te halen en is de rust in het bergdorp teruggekeerd. Maar toch is die verkoop niet helemaal van de baan. Want volgens de regering worden de bergen waarschijnlijk nog wel verkocht, maar alleen aan Oostenrijkse instellingen en niet aan de hoogste bieder. Ja, Jeroen, we gaan terug naar Griekenland. Want in het parlementsgebouw in Athene werd vandaag gedebatteerd over de nieuwe bezuinigingen die Griekenland staan te wachten. En demonstranten gooiden stenen en yoghurt naar het gebouw totdat de politie ingreep. Veel Grieken willen niet nog meer bezuinigen, want het kan niet meer, zeggen ze. En in Athene is Saskia Dekkers. Saskia, goedenavond. Jij was vandaag op dat plein voor het parlementsgebouw. Eerst maar eens, hoe begon de dag daar vandaag met de demonstraties? Het begon eigenlijk heel gemoedelijk. Je zag veel mensen al om 8 uur vanochtend op de been. Er werden vlaggen verkocht, Griekse vlaggen en veel fluitjes. Mensen zaten gewoon op straat te ontbijten met een kopje koffie. Het was ook de bedoeling dat het een vreedzaam protest zou worden. Het parlement moest omsingeld worden, maar dat moest zonder geweld gebeuren. Er was wel veel ME op de been, maar eigenlijk ging het ook uren goed. Toen bleef het rustig. En pas eigenlijk in het begin van de middag liep het flink uit de hand. Hoe kwam dat? Wat was de aanleiding? Ja, de afgelopen weken zag je eigenlijk dat het een soort apolitieke beweging was die iedere dag demonstreerde. Er werd geen geweld gebruikt. Het was de bedoeling dat het een stil protest was. En wat je vandaag zag was dat diezelfde groepen was, maar tussen die groep mengden zich ook extreem linkse en extreem rechtse groepjes. En de bedoeling was duidelijk dat ze van zich wilden laten horen. We zagen jongeren met enorme stokken, met gasmaskers. En om je een voorbeeld te geven, op een gegeven moment was ons hotel om de hoek van het Sigmata, van het plein. Daar werden de ruiten ingegooid en daar werden mensen echt gewonden, moesten verpleegd worden. Maar ik viel mij ook op dat de ME dit keer wel heel veel traangas gebruikte. Ook op momenten dat het eigenlijk heel rustig was en dat het niet nodig was geweest, kregen we echt walme traangas over ons heen. Had je de indruk dat het een georganiseerde bijeenkomst was? Dat was moeilijk te zeggen. Je zag wel dat er natuurlijk ook mensen van politieke partijen waren en van de vakbonden. Maar het overgrote deel van de mensen, dat waren gewoon mensen zoals jij en ik, middenklassers. Mensen die gewoon alleen maar wilden vertellen, de politiek moet veranderen. Wij willen de mensen uit het parlement weg hebben. Σήμερα πρέπει να φύγουν οι κύριοι αυτοί. Όλοι. Όλοι αυτοί οι κύριοι. Όλοι και ειδικά οι κυβερνώντες. Χωρίς να θέλω να εξαιρέσω κανέναν βέβαια από τους κυρίους που προκαλούν ακόμα και μαζί να δεν έχουμε ψωμί να φάμε παντεσπάνι. Πρέπει να φύγουν. Στην παρουσία μας το Σύνταγμα. Drie weken lang was het protest op het Syntagmaplein rustig. Een stille boosheid. De sfeer is vandaag meteen anders. Gespannen, vijandig. Είμαστε Έλληνες. Ντρέπομαι πάρα πολύ για την κατάντια που έχουν κάνει αυτοί κατά των Ελληνών. Γιατί οι Έλληνες δεν πλούνται ποτέ. Τα εδάφη μας είναι ελληνικά. Δεν τα πουλάμε, δεν τα εξαγοράζουμε. Και λυπάμαι πάρα πολύ ότι οι συγκεκριμένοι 300 βάζουν αστυνομικούς και κυνηγάνε τους Έλληνες. Λόγια
20 ημέρες ήταν όλα ήρεμα. Είναι παιχνίδια δικά τους. Εγώ είμαι 15, είμαι άνεργη, το παιδί μου 15 μήνες απλήρωτο και το άλλο, άνεργο. Πείστε μου, πείτε μου εμένα, γιατί να μην πάω σε ψυχολόγο. Καταλαβαίνετε τι μας έχουν κάνει. Όταν θέλανε να μας βρούνε, μέχρι λαϊκές πηγαίνανε και πιάνανε τα χέρια μας. Καταλάβατε. Μας βρίσκανε και τώρα δεν βρίσκουμε κανέναν έστω από το μικρότερό τους. De situatie verhardt als aan het begin van de middag traangaswolken over het plein drijven. Εντάξει, βασικά δεν θέλω να το πω στη τηλεόραση αυτό, έλεγα. Γιατί δεν θέλω να τα ακούσουν οι ξένοι που δεν ξέρουν, που νομίζουν ότι... Ρίχνανε δακρυγόνα στη σημεία, αν ξέρετε από κάτω που είναι τα υπόστεγα, που ήταν γεμάτα κόσμο. Γεμάτα κόσμο, δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν και άτομα ας πούμε, που το προκαλούν. Να είναι 5, να είναι 10, τέτοιο χάλι, δεν είναι λογικό. Τα λαμόγια αυτά πρέπει να φύγουν. Όλα να φύγουν, νύχτα. Τώρα τι θα κυβερνήσουν για το μετά δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Ειλικρινά δεν ξέρω αν υπάρχει Έλληνα σε αυτόν τον τόπο που να κάνει κάτι. Εντάξει, είμαστε υπόλογοι όλοι μας. Όλοι μας λέμε γι' αυτό. Αλλά ξυπνήσαμε. Ξυπνήσαμε. Πάρτε το χαμπάρι λαμόγια μέσα. Aan het eind van de middag zijn ook vanwege het traangas veel mensen vertrokken. De spirit is uit de demonstratie. Alleen fanatiekelingen hebben nog energie over. Άμα ξέρει από πού είμαι. Θα την καταλάβει αυτή. Θα εξηγήσετε εσείς. Ντρέπομαι λοιπόν για αυτή την κυβέρνηση που την ψηφίσαμε εμείς όλοι. Για κάτι καλύτερο, για τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, εμάς τους ιδίους. Και βλέπω ότι μας πάνε πολύ, τουλάχιστον 100 χρόνια πίσω. Έσχος, ντροπή, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Να ζητήσουν ένα συγγνώμη για τα λάθη τους και να κάνουν αυτό που δεν έκαναν μέχρι τώρα. Να φέρουν την αντίσταση σε αυτούς που επιβάλλουν τα μέτρα τους προς το λαό που δεν ευθύνεται για την κατάσταση. Ευχαριστώ. Saskia, we zijn terug in Athene bij jou. De demonstranten kregen bijna hun zin, want premier Papandreou die bood eerder vandaag zijn ontslag aan. Wat gebeurde er? Ja, en dat gerucht was er ook al de hele middag van. Het is zeker dat hij gaat aftreden. En we maakten ook al betogers mee vanmiddag die daar heel blij om waren. Maar vanavond, echt nog maar een half uur, een uur geleden, verscheen premier Papandreou op de televisie, op de nationale televisie. En maakte bekend dat hij gewoon aanblijft. Wat is er gebeurd? Hij heeft de hele dag geprobeerd om een regering van nationale eenheid te vormen. Dat is mislukt. Dat had ermee te maken dat de oppositiepartij de voorwaarden van het noodpakket opnieuw wilde gaan onderhandelen. Opnieuw onderhandelen met Europa. Nou, dat was voor premier Papandreou niet acceptabel. Hoe gaat hij nu verder? Met wat voor een kabinet komt hij dan terug? Ja, dat is een heel moeilijk probleem. Hij zal nu ministers moeten gaan zoeken uit zijn eigen partij. En misschien nog wat mensen in het parlement of buiten het parlement die het met dat noodpakket eens zijn. Dat zal niet makkelijk zijn. En tegelijkertijd is er bijna geen tijd. Heeft hij heel veel haast? Wordt er zelfs al gezegd dat die regering er deze week moet komen? Nu je deze chaos hebt op dat plein bij jou in Athene en in het parlement, komt daardoor die miljardensteun waar onder andere Nederland aan bij moet dragen niet in gevaar? Maar voorlopig lijkt het allemaal bij het oude te blijven. Want wat je zult gaan zien is dat die bezuinigingsmaatregelen, die belastingmaatregelen, die worden gewoon door het parlement behandeld alsof er niets aan de hand is. Maar achter de schermen zie je wel dat de aanhang van premier Papandreou, dat die wankelt. Je ziet dat er steeds meer parlementsleden zijn die twijfelen of ze hem nog langer steunen. Dus dat is een hele onzekere situatie. Nou, dan zag je vandaag inderdaad die massa's demonstranten, de bevolking die het gewoon niet langer meer pikt. Dus dat is een hele onzekere situatie. En ik kan me voorstellen dat Europa zich toch echt wel heel veel zorgen zal moeten gaan maken over die situatie in Griekenland. Saskia Dekkers vanuit Athene, zeer bedankt. Zometeen in Nieuwsuur. De veiligheidstroepen van de Syrische president Assad ontzien niemand. Ruim 1100 mensen vonden de dood bij betogingen tegen het regime en 10.000 mensen zijn inmiddels opgepakt.
Bankieren kan wel degelijk zonder bonussen en het verkopen van overbodige producten. Het Zweedse Handelsbanken bewijst het. Volgens het Amerikaanse Bloomberg is het de op één na sterkste bank ter wereld. Op die lijst van 20 banken komt overigens geen enkele Nederlandse bank voor. Handelsbanken maakten zelfs in de financiële crisis nog winst en in Emmen opent binnenkort het 10e Nederlandse filiaal. Svenska Handelsbanken. Geen bonussen voor het personeel. Geen targets voor onzinproducten, zo dicht mogelijk bij de klant en, in tegenstelling tot de meeste andere banken, winstgevend tijdens de bankencrisis van 2008. De Zweedse bank wordt door de concurrentie overwegend gezien als een vreemde eend in de bijt. In boom times we are often criticized that we're not aggressive enough. We didn't expand rapidly into Eastern Europe, for instance. But then when the recession comes, we usually come out much, much better than many of our competitors. And then we are being praised for our conservativeness. And then during the next boom, that's all forgotten and we are criticized again. In Emmen opent binnenkort het 10e Nederlandse filiaal van Handelsbanken. Mark Bruin is de lokale directeur. U werkte voorheen bij Van Lanschot en bij de ABN AMRO. U had natuurlijk een fijne bonus en een mooie leaseauto. En op de even meer bent u... Was u daar niet meer tevreden? Waarom niet? Nou, die banken die zitten gewoon qua dienstverlening gewoon heel hard op de verkoopresultaten. Met alle invloeden van bonussen die daarmee mee samengaan. En ik was er gewoon klaar mee. Wat gebeurde er dan? Nou, de banken, men is toch meer bezig met wat ze aan de klant kunnen verdienen dan wat nou echt goed is voor de klant zelf. Er worden producten verkocht die klanten eigenlijk helemaal niet nodig hebben, maar daarmee haal je wel je targets en je bonus. Ja, dat gebeurt. Handelsbanken werkt via het kerktorenprincipe. Vanaf de kerktoren moet je al je klanten kunnen zien. Als je de klant niet kent, kan je ook geen zaken voor hem doen. You can say that we are old-fashioned. We like to say that we perform banking in the same way as many people remember it was 30, 40 years ago. Yeah, vintage, people say. Vintage banking, you can say that. That's a good expression. No bonus, no targets. It doesn't matter how much clients you have in the bank. No. So how do you review your personnel, your staff? Well, we tell them three things. We tell them that they should be sure that their customers are satisfied. They should make sure that their income increases faster than their costs. And they should make sure that they have good administrative order in their books. And those three things, they're quite easy to measure. Sounds very simple. It's very simple. It's that simple. It's not rocket science. So banking is not so difficult. Keep it simple. De conservatieve werkwijze van de Zweedse bank wijkt in vrijwel alles af van het snelle bankieren van de concurrentie. Ik hoor eigenlijk je oude collega's van de ABN AMRO lachend over de grond gaan nu, hè? Ja. Ja. Hoor je ze? Ik hoor ze. Ik zeg op mijn belegde cijfers van handelsbanken naast die van jullie zelf. En dan zie je gewoon dat handelsbanken het gewoon uitermate goed doet. Beter dan ABN AMRO. We hebben een veel hoger winstniveau. We gaan gewoon voorzichtig om met de geld die we uitgeven. We zitten hier niet in een groot flashy pand en er komt geen goud aan de deuren. Maar gewoon een normaal kantoorpand waar we gewoon normaal met elkaar aan het werk zijn. Dus we letten goed op de kosten die we maken. En dat leidt gewoon tot een hele goede winstgevendheid. Professor in de economie Niels Kroner raakte zo gefascineerd door de werkwijze van handelsbanken dat hij er een boek over schreef. A Blueprint for Better Banking. What's the main reason the other banks don't follow the system of handelsbanken? It's not in their interest. Other bankers have a lot of power and they get a lot of pay, a lot of bonuses for doing what they're doing. So it's like asking turkeys to vote for Christmas. So they will not suggest that. And in the end, when everything goes down, the taxpayer is there to solve the problems. Yeah, and I'm sure that the managers of the banks that had to be bailed out made more money over their career than the good people at safe and prudent banks will ever do. So they did a terrible job, but they still get more money than good bankers. The bonus structure and the targets scoring is not good for your mental health. It's not good for my mental health. It's not good for our customers who will be forced to take all kind of products which they don't need. It's not good for the risk in the bank because
it creates the wrong incentives in the organization if you pay bonuses to people who take risks? I think if you see Greece, for instance, or Portugal or Spain or Ireland defaulting on their debt, I'm absolutely sure that it will be Dutch banks again, it will be German banks, it will be French banks that will have to go to the taxpayer and say, we need billions of money again, we've lost it. And it's like a child, really, always sort of losing something and going back to their parents and saying, I still haven't bought my school books, I've bought an ice cream on the way, can I have more money, please? And, can you pay my bonus, can you pay please? Exactly, that's right. Is that true, really true? Well, it's a short story, yeah, but I think ultimately that's what's happening. What's so typical Swedish about this bank? Well, Sweden is a very egalitarian society compared to many other countries. And in Handelsbanken, top management and people in the branches, they don't have bonuses. Instead, we have a profit-sharing scheme, which is a deferred scheme, so you get the money when you retire. And if we are more profitable than the competition, a certain amount of money is set aside, and everybody gets the same amount. And you get as much as the cleaning woman? Yes, that's correct. Really? Yes. How much is that? If you've been part of this system since inception, you're entitled to some 700,000-800,000 euros. It's not allowed in Handelsbanken to set internal targets like a product or sales targets. Not allowed? It's not allowed. What happens if you do? Then we will have a friendly talk. Pas volgend jaar verstrekt de handelsbanken in Nederland pinpassen en spaargeld van die bank valt onder de Zweedse garantieregeling. En bij ons Ewald Engelen, welkom, hoogleraar welkom. Financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, je hoort het verhaal. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Waar zit het addertje onder het gras? Ja, we zijn natuurlijk geneigd om dan sceptisch te worden en te denken, dit is te mooi om waar te zijn. Maar soms is de wereld zo dat wat mooi is ook inderdaad waar is. Als er al een addertje onder het gras zit, dan is het dat je je de vraag kunt stellen. En die vraag die wordt opgeworpen door Britse concurrenten van landesbanken, handelsbanken. Dan kan je de vraag stellen of je dit ook inderdaad economiebreed kunt uitrollen. Of het niet een echte niche-speler is die alleen maar kan bestaan bij de gratie van andere banken die andere dingen doen. Ja, u zegt dus dat dan blijven ze klein, maar ze behoren in Zweden wel tot de top 4. Ja, nee, dat lijkt dus te suggereren dat wat er toe doet toch ook zoiets is als de omgeving waarin de bank opereert. Zweden heeft met name in 92 een hele grote bankaire crisis meegemaakt. Daar hebben ze lessen uitgetrokken die wij op het punt staan om niet te leren. En die hebben dus onder andere betrekking op veel veiliger bankieren. En komt dat dan, is dat dan ook de verklaring voor het feit dat ze nu de twee na grootste bank zijn, de beste bank, en dat ze dus deze financiële crisis probleemloos hebben omzeild? Ja, wat belangrijk is voor banken als het gaat om het kunnen overleven van crisis, dat is de hoeveelheid, zoals dat dan heet, eigen vermogen versus vreemd geleend vermogen. Die verhouding is bij handelsbanken 1 op 5. Dus op iedere 5 euro hebben ze 1 euro in eigen vermogen. Terwijl dat bij Nederlandse banken ongeveer 1 op 16, 1 op 17 is. En voor de crisis bij Amerikaanse banken liep dat op tot 1 op 42. Nou, op het moment dat er dan iets misgaat, heb je nauwelijks eigen vermogen om dat op te vangen. Dat hebben Zweedse banken geleerd van de crisis van 92. Daar komt bij dat deze bank, en dat maakt hem toch wel heel erg bijzonder, ja, gewoon een heel ander, een heel eigen organisatiemodel heeft. Ja. Banken zijn voor een deel natuurlijk piramides die op hun kop staan met een groot waterhoofd, grote hoofdkantoren. Ja, dat hebben ze hier volledig andersom gedaan. Klein. Maar als het dan zo'n succesvol concept is, waarom nemen andere banken, te beginnen in Nederland, dat dan niet over? Dat is een hele goede vraag. Mijn vermoeden is, en ik bedoel, dat is ook wel begrijpelijk. Banken opereren op internationale markten. Die kijken altijd naar de leiders, de meest concurrerende, meest winstgevende banken op die markten. Nou, voor de crisis waren de meest winstgevende banken de banken met die met name opereerden in Wall Street. Dus de blik van ook Nederlandse banken, kijk naar wat er met ABN AMRO gebeurd is, was vooral gericht op hoe zij het in de Verenigde Staten deden. En daar werden krankzinnige risico's genomen. Absoluut. Met krankzinnige, ja, bonussen. Maar voor de crisis waren die risico's niet zichtbaar. Het enige wat zichtbaar was, waren hoge winstcijfers en hoge bonussen. Ja. Dat was sexy, dat was hip, dat was modern, dat moest je doen.
En je zou dus eigenlijk nu moeten kijken naar Stockholm. Maar je ziet meteen de problemen. Dat vereist een enorme cultuurverandering. Ja. Want dat betekent niet meer je richten op Wall Street, niet meer op de London City. Maar dan ga je dus lessen leren van zo'n Zweedse, wat duffe, saaie, ouderwetse bank in Stockholm. Niet sexy, want niemand heeft het ooit over deze bank gehad als voorbeeld voor een succesvolle bank. Vindt u dat bijvoorbeeld minister De Jager van Financiën, die is tenslotte de baas van ABN AMRO, zou moeten verordeneren aan de heer Zalm, die daar de baas is, kijk nou eens naar die bank, want zo moeten we het doen, risicoloos. Ja, het probleem is natuurlijk dat we leven in een kapitalistisch stelsel. Probleem. We leven in een kapitalistisch stelsel waarin banken nog altijd private ondernemingen zijn. Het is niet aan de overheid om te beslissen hoe die private ondernemingen geleid worden. In het geval van ABN AMRO is het ook nog een keer zo dat de Nederlandse regering besloten heeft die bank eigenlijk maar tijdelijk in staatshanden te laten zijn. En zodra het tij een beetje tot rust gekomen is, die bank weer naar de beurs te brengen. Als je dat niet doet en besluit om daar inderdaad voor een deel een publieke staatsdeelneming in te houden, dan kan je je inderdaad afvragen of het niet zinvol is om met name Zalm en de Raad van Bestuur van ABN AMRO te wijzen op wat hier bij handelsbanken gebeurd is. Zeker ook als je beseft dat ABN AMRO enorm aan het worstelen is met het kostenniveau binnen de bank. Het is natuurlijk nog maar een hele kleine bank in Nederland. Zoals gezegd, 10e filiaal wordt geopend. Hoe denkt u dat die handelsbanken het gaan doen hier? Nou, als ik zo om mij heen beluister de teneur van Nederlandse bankaire consumenten, dan proef ik een enorme onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening, over arrogante bankiers, over veel te hoge bonussen, over veel te mooie hoofdkantoren. Gegeven dit klimaat kan je verwachten dat dit als heel aantrekkelijk wordt beschouwd. Ja, nog één addertje onder het gras misschien. We zeiden het al, de spaarregeling van deze bank valt niet onder de Nederlandse bank, maar onder de Zweedse bank. Krijg je dan niet het iSafe-model, dat ze straks misschien heel veel geld ophalen en in de problemen komen en dan is je Nederlandse spaargeld ook kwijt? Ik denk dat het voor rekeninghouders van handelsbanken heel goed is om te kijken wat deze garantieregeling van Zweden precies behelst voordat je daar je spaargeld op plaatst. Toch maar even de kleine lettertjes bekijken. Dat lijkt me heel verstandig. Dank u wel voor uw komst en uitleg. Graag gedaan. Straks in Nieuwsuur, Nederlands tennishoop Robin Haase. Hij speelde op de Unicef Open in Rosmalen voor een plaats in de derde ronde tegen de Cypriot Marcos Bartatis. De berichten over excessief geweld tegen de Syrische bevolking blijven binnenstromen. Maar beelden zijn er nog weinig, omdat journalisten nog altijd worden geweigerd. De Verenigde Naties melden vandaag dat er bij acties van Syrische veiligheidstroepen tegen betogers ruim 1100 doden zijn gevallen. Er zouden tienduizenden mensen inmiddels zijn opgepakt. Duizenden Syriërs zoeken hun toevlucht in de buurlanden Libanon en Turkije. Doodsbang voor het geweld zijn grote groepen Syriërs gevlucht naar de grens met Turkije. Alles wat ze konden dragen hebben ze meegenomen. De Syriërs zijn ontzettend bang. Je ziet het in hun ogen. Ze hebben alles achtergelaten. Waarschijnlijk sommigen midden in de nacht hebben zij hun kinderen meegenomen en dan de grens overgestoken. Ze hebben geluk dat zij net bij de grens van Turkije leven. Andere Syriërs in andere steden hebben dat niet. Ze horen van familieleden uit andere steden wat hun aangedaan wordt. De vee in bepaalde dorpen worden afgeslacht, de huizen worden geplunderd, moorden. Dit is de eerste keer dat het manifesteert in een buurland. Dat is de conflict, dat de gevolgen daarvan zichtbaarder worden voor de wereld. Aan de Turkse grens staan inmiddels een aantal tentenkampen. De Turkse regering probeert te doen wat ze kan doen. Bizim için Suriye halkı, geleceği ve kaderi bizimle müşterek bir halktır. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimize herhangi bir şekilde kapı kapatmamız ve 10 binden sonra durması gibi bir şey söz konusu değil. De dorpen waar de vluchtelingen vandaan komen zijn inmiddels uitgestorven en bezet door het Syrische leger. Een handjevol gewapende dorpelingen heeft zich verschanst in de bergen. Bashar al-Assad Jaban, Maher al-Assad Jaban, Jisr al-Shughur, Sukkan Mafia. عالم مافيا هرب كله اجى لهون عم يقصف جسر الشغور بالدبابات وبالمدافع وبالصواريخ Waarom gebruikt het Syrische regime nou zo ontzettend veel excessief geweld?
Waarom doen ze dat? Ze wilden die geest eigenlijk weer in die fles. Ze wilden de muur van de angst weer eigenlijk herstellen. Ze geloven daarin, bepaalde elementen daarvan. Maar de vraag is, zou je ook anders stellen, waarom kunnen ze dat gebruiken? Ik denk omdat zij...